Hey, dat is niet lief, gozer. Nee, maar hij verdient het wel. Ik dacht dat we met lief deden vandaag. Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Super Mario Generations. En vandaag ben ik natuurlijk weer met Sander. Vorige aflevering heb ik een klein inhaalslagje gemaakt. Dus ik hoop dat het zo blijft. Laten we denk ik zo meteen maar gaan beginnen. Ben je het daarmee eens? Dus niet? Hoeveel staat het? Het staat 10 sterren voor mij. Oké, 10-8 dus. 10-8. Okay. We laten we beginnen. 3, 2, 1, start. En de 25 minuten zijn weer ingegaan. Oké. Nu baal ik dat ik niet die speedrun tactics heb. Ja, echt. Maar die heb ik ook niet. Nou, ik heb lang gedaan over deze sterren, hoor. Ik wil je heel eerlijk zeggen. Ik heb lang gedaan over heel veel sterren. Ja. Ik heb ook lang gedaan over die, hoe heet het? Die rode coinsterren. Omdat ik niet wist dat je dat ding gewoon om kon gooien. Ja, alleen dat probeerde ik dus net. En daarom duurde het net zo lang bij mij. Totdat ik mijn ster had gehaald. Want ik had uiteindelijk dus niet die rode coins. Omdat ik hem dus niet omkreeg. Ik wist dat je hem om kon gooien, maar het lukte me gewoon niet. Ik probeerde dat dus met die boele beeld te doen. Omdat ik dacht dat dat de bedoeling was. Maar je moest hem gewoon slaan, toch? Ja. Ja, alleen dat werkte dus bij mij. Alleen niet. Twee keer. Ja, dat deed ik ook, maar... Oh, het werkt al nu alweer niet mee. Fuck. Het werkt echt nu alweer niet mee. Weet je welke rode coin ik in dit level... Godverdomme! Weet je welke rode coin... Wauw, ik ben nog dood ook. Ik in dit level ook kut vind. Ene die op die... zo onderin, zeg maar. Op zo'n schuine wand staat. Snap je dan wat ik bedoel? Oh, ja. Ja, ik heb die al gedaan. Je kan niet richten, zeg maar. Waar je valt. Oh, nee. Mario. Echt, jongen. Krijg echt de... Pinketering, oh. Hey, dat is niet lief, gozer. Nee, maar hij verdient het wel. Ik dacht dat we met lief deden vandaag. Ja, maar niet voor Mario. Oh, oké. Okay. Nee. Wist je dat Yoshi ook in deze game zit? Wat zie je er goed uit? Dank je. Jij ook. Dit was niet de pinguïn die ik bedoelde. Ik dacht echt dat je... Moet je meerdere pinguïns? Nee, toch? Eentje. Eén pinguïn. Dan heb ik iets verkeerd gedaan. Je moet hem vasthouden en dan tegen die ding aanlopen. Ik denk jou gewoon te helpen de hele tijd, hè? Vergeet je dat even niet? Yo. Hey, gozer, ik heb hem naar je toe gebracht. Had ik eerst met hem moeten praten? Nee. Nee. Hoezo werkt het dan allemaal niet? Omdat je hem vast moet houden en dan naar haar toe moet lopen. Je moet hem niet loslaten. Ik laat hem niet los. Ik heb steeds in de cutscene. Oh, je moet niet op A drukken. Jawel. Hé? Hey. What the fuck, deze game. Ik haat deze game. You do be hating deze game? Oké, wat moet ik nu doen? Heb je die pinguïn van bovenaan helemaal naar beneden That's gebracht? That's not my baby. Nee, dan heb je dus niet That's de juiste pinguïn. That's not hers. Ah, ik moet lezen. Dat is wat ik moet doen. Ik dacht al. Ja, nee, ik wil hem niet loslaten. Ik wil hem gewoon alleen pakken. Ik hoef niet per se met jou weer te praten. Ik weet dat hij niet van jou... Ik weet dat hij niet van jou is. Ik wil naar iemand anders geven. Ja, maar moet je dan niet gewoon een andere baby hebben? In plaats van... Ja, maar ik weet niet waar die is. Waar heb je dus die baby... Ik wil liever deze. Waar heb je die baby gepakt die je nu hebt? Op het huisje. Op het huisje? Nee. Die baby die je moet hebben staat helemaal bovenaan op de top waar je spant, zeg maar. Dat dacht ik ook. Dat die daar stond. Maar... Weet even niet dat ik je help nou, hè. Ik wil daar wel een keer wat voor terug, dan weet je dat. Ja, dat snap ik.
Ik zal eerlijk wezen. Yo, nee, dat meen je niet. Is hij daar? Yo, ik ben echt in de bio. Mm-hmm. Dit had ik ook kunnen weten. Let's do some Dire Dire Dogs. Met het leukste... Oh, dit Jolly Roger B. Dit is niet eens Dire Dire Dogs. We hebben wel hetzelfde liedje, toch? Oh ja. Oké, nee, dat werkt niet. Dat dacht ik al. Dat had ik al wel verwacht dat dat niet zou werken. Dat zou het ook te makkelijk maken. Tuurlijk. Oh, je kunt wel gewoon jumpen. Oké, nee, dan weet ik dat. Mario, stop met zo snel gaan. Ik vind het zo kut. Mario. Als hij zo snel gaat, ben ik bang. Dat hij te snel gaat. Ja, dat ik van de baan afval. Ah, zoals daar bijna gebeurde. Heel eng was dat. Oké. Nee. Waar is die moeder? Oh, dat is... Ja, ik weet het weer, Oh, dit is heel ziek, oké. Ik haat dit level. Dit is heel ziek. Yo, weet je wat we doen? We gaan gewoon... Ja, oké, dat doet even pijn. Maar dat maakt niet uit. Ja, ik weet het. Kijk, heel ziek. Ik heb 9 sterren en Milan heeft er 25 of zo. Yay. Dat klopt, ja. Echt? Nee, doe je niet. Yo, jij gaat echt heel snel. Ik denk dat ik ga verdrinken, dat denk ik. Oké. Weet je wat ik denk? Nee, ja. Waarschijnlijk niet. Nee. Waarschijnlijk weet je dat niet. Nee, dat maakt niet uit. Dat accepteer ik. Dit is ook 3. Ja, dan gaan we daar eventjes in. Na, 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 na. Leuk. 1. Oh, ga erin. Dankjewel. Miss. Oh, ik ben ook nog super slecht in zwemmen. Dat ben ik altijd namelijk. Dus misschien is het niet handig om deze te doen. Aan de andere kant, hij moet toch een keer. Precies. Kijk, als ik nu gewoon alle moeilijke sterren doe, dan denkt Milan, hey, ik sta vet ver voor. Ja, precies, dat is ongeveer. Terwijl, dat staat hier helemaal. Dus dat is op zich al zo. Parapaparapa. Pam, pam, pam. Nee, dat doet niet. Pam, pam, pam. Yo, camera, doe even normaal, gozer. Sinds wanneer is de camera een gozer? 8? Sinds de 8e verjaardag. Oh. Huh. Sinds wanneer heeft de camera verjaardag? Gozer. Je bent echt een rare jongen vandaag. Wat is dit? Een beetje vijandig ben jij. Oh ja, dit was de wholesome episode, hè? Ja. Yo, waarom gaat hij niet weg? Oh, ik ben dood. What the fuck? Hoe gaat die aal weg? Zo zat ik ook. Oh, nee. Nee, niet dood. Niet dood, Mario. Niet dood. Doe jij nu ook de Jolly Roger Bay? Dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat ik ook met die aal zat. Ja, dan doe je de Jolly Roger Bay. Mario, ga even gewoon doen wat ik vraag wat je doet. Oké. Ga doen wat ik vraag dat je doet. Dat is toch. Ga doen wat ik vraag dat je moet doen, is het. Yo, pak ze nou allemaal. Je moet niet eentje laten liggen. Dat is zonde van de coins. Au. Nou, pak dan gewoon dat kutschild. Oh, je moet een schild pakken. Oké, dank je. Dat denk ik. Ik probeer ook maar wat, hè.
Mario. Ik haat dat ik dit spel niet kan. Ja, snap ik. Ik haat ook dat ik het spel niet kan. Niet dat jij hem niet kan, dat zou ik haast misschien nog wat chill vinden. No offense. Maar, eyo, we zijn er. Waarom zijn die camerahoeken zo kut? Oké, nu moeten we met die schatkisten toch? Ja. Ga ik ooit weten welke welke is? Oh, Milan heeft hem ook weer hoor. Oké. Nee, ik heb een schild. Die heb ik. Het schild is opeens weg. Wauw, wat een kutspel. Oh, nee, kut, dat is hem niet. Is het deze? Of is het die ander? Als het die ander is, kut. Nee. Fuck. Daar, voorsprong. Fuck. Oh, dit is helemaal kut. Ik ben geïrriteerd. Want die aal die gaat niet weg. Sander, ik heb jou net geholpen met die penguin. Hoe krijg ik die aal weg? Door weg te jagen. Ga je niet meer helpen, dus dat heb ik alweer door. Ik help je toch? Ik weet het genoeg. Ja, je weet genoeg. Kijk, dat is mooi. Daar deed ik het voor. Ik ga nooit meer helpen. Ik wil je helpen. Yo, waarom zo vijandig meteen? Oh, echt, ja, omdat ik help jou gewoon en ik vraag gewoon om één simpele ik vraag. Ik geef je een hint. Ik geef je ook gewoon een hint. Maar ja, jij wil dat niet aannemen. Oké, nee, dan niet. Zeg wat ik moet doen. Letterlijk. Je moet, wat ik moet doen. Hem wegjagen. Dat is letterlijk wat je hoe, moet doen. Hoe moet ik hem wegjagen, Sander? Nou, als je er bent, hè. Je gaat eerst naar dat schip toe. Ja. Dan doet dat aaltje zo van, oh, ik kijk. Dan moet je... Maar hij doet dus niks als ik ervoor ben. Dan moet je even weg. Eventjes gewoon even rusten. En dan, als het goed is, gaat hij vanzelf ineens weg zijn. Hoe deed ik dit zo net? Hij ziet mij, gewoon niet, hoor. Ik had nooit dood moeten gaan. Oké, misschien moet je... Oké, wat heb ik zo net gedaan? Ik ga gewoon exact hetzelfde doen als wat ik zo net deed. We gaan... deze knop indrukken. Mario, alsjeblieft, zeg. Alsjeblieft. Dank je. Dat werkte. Heel boos, alsjeblieft, zeggen. Ik vind dit nu al een kut level. Ik ga deze niet meer doen. Nou ja, dat moet je zelf weten. Ik ga wel een ander level doen met mijn 12 sterren. Dit is toch een level die ik nog niet heb gedaan. Hij zwemt niet. Oh jawel, hij zwemt wel. Oké. Ja, er is dus zo'n soort grot. En dan kun je even ademhappen. Yo, Mario. Je bent toch letterlijk erin. Yo. Dit is echt bullshit. Oké. Nee, dat is chill. Hij doet het nu weer. Val ik van een vraag. Maar dat was wel echt bullshit. Als je straks hem nog een keer wil doen. Ik weet hoe die moet. Hoe moet die? Je moet... Fucking hell. Hoezo... Is dit... Gozer, hoezo is dit zo moeilijk om te besturen? Maak de fucking ding open. Ook weer als ik nu dood ga, hè. Ik word echt... Nee. Nee, pak hem. Pak die bel. What the fuck? Ik haat dit zo erg. Hoe krijg ik die aan al, hè? Oh ja, ga maar even weg. Huh? Ik heb helemaal geen zin in jou nu. Wat? Wat heb ik nou weer gedaan?
Nou, alles. Je staat voor. Dat heb je gedaan. Ja, ik sta al de hele tijd voor. Ja, en dat komt me niet aan. Nee, je moet gewoon in de grot gaan. Punt. Ja, maar daar ben ik al geweest. Hè. Die ster heb ik al. Maar ik moet die aal wegjagen. Oh, deze heb ik net wat ik al gehaald. Daar is ook een. Dankjewel. Dus nog een. Ja, maar je moet in de grot gaan en dan weer terug. Oké. En dan is die al weg. Oké. Dat is wat ik al de hele tijd probeer duidelijk te maken met... Je moet hem wegjagen. Door weg te gaan. Oké. Maar ja, jij wilde niet luisteren. Nee, oké, dan niet. Maar ik werd zo net wel echt genaaid. Want hij triggerde de cutscene niet dat ik in die schip kon. Nou. Nee, dit meen je niet. Wat? De al is niet weg. Nee. Ik probeer het jou de hele tijd Sonnet? Te zeggen. Zo net was hij bij mij wel weg. Oké, nu heeft hij me sowieso gezien. Ja, hij heeft hem. Ik ga hem helpen terwijl hij flink voor staat. Echt, ik haat mezelf. Nee, ik ben met iets anders bezig, maar dat werkt gewoon niet. Kom op. Mario, doe wat ik je vraag. Ga erin. En nu, ja, trigger de cutscene, dank je. Nu nog uitvinden hoe dat zwemmen werkt. De camera werkt ook weer niet mee. Kom op. Pak de luchtbel, dank je. Oké, wat is 2? Wat is 2? Kom op. Doe je best, Mario, alsjeblieft. Volgens mij... Nee, dit is niet 2. Dit is niet 2. Dit is 2. Dat is niet 2. Dat is niet 2. Gaat die eerste nu ook weer dicht? Ja, tuurlijk. Nee. Mario, doe niet. Nee, waarom gaat hij ineens op? Tyfus, omhoog. Oké. Mario, oh, de camera hoeken. Oh, ik word echt boos van deze game. Oh. Oké. We weten welke 3 is, gelukkig. Ik, bedoel ik. Oké. Ja, pak luchtbel, dank je. Maar, ik word volgens mij echt mensen, sorry als jullie een epileptische aanval krijgen door mijn shizzle. Ik ben echt met die camerahoeken bezig, waardoor het echt lijkt alsof... Ja, dat is echt niet goed voor mensen met epilepsie. Ja, maar de camera is ook gewoon kut hoor. Ja, maar ik probeer ze steeds te veranderen. Dat is het meer. Ja, maar ja, als het gewoon goed zou zijn, dan had dat niet elke keer gehoeven. Ja, dat is waar. Weer helemaal... Oh, dit is kut. Wauw, ik word genaaid hier. Dat is niet te doen. Nee. Mario, hoe kun je niet fucking springen, gozer? Je hele ding is... Joh, ik ben een loodgieter die kan springen. En dan kun je niet normaal springen zoals ik dat van je vraag? Sander, misschien is het wel een idee om gewoon over andere dingen met z'n tweeën te praten. Want ik denk dat dit ook minder leuk is om naar te kijken, zeg maar. Oh ja. Dus hoe is het leven? Het leven is oké. Okay. Oh, ja, godverdomme. Dat kan. Maar even kijken. Hoe is de Minecraft server van Simon? Geen idee, ik zit er bijna nooit meer op. Oh. Ik zie hem er wel eens over tweeten. Dat zal wel. Hij tweet wel erover. Ik waarschijnlijk niet, omdat ik er bijna nooit op zit. Wat is de reden dat je er niet op zit? Tijd. Oh. En Shiny Stone Journer. Oh ja, nee, dat is wel belangrijker. Ja, daar geef ik je wel gelijk in.
bent er weer. Ik weet dat ik er niet over mag praten, maar... Nou, je mag er wel over praten, maar niet constant, zeg maar. Kijk, ik word ook gewoon genaaid door de game, hoor. Yo. Nou, ga maar weer dood, want de camera en de controls werken weer niet mee. Dat ze dit spel ooit hebben mogen uitbrengen met deze controls. Dat er, niemand heeft gezegd van... Oh, misschien moeten we even de controls verbeteren voordat we dit uitbrengen. Playtesting was nog niet uitgevonden, denk ik. Ik denk het, ja. Oké, okay, kom op! Kom op! Ik snap ook niet de mensen die dit dan, zeg maar, hun favoriete Mario game is, zeg maar. Dat snap ik niet. Ik snap het ook niet. En ik dacht ook altijd dat ik deze heel chill vond. Maar ja, ik heb hem ook op de DS gespeeld, hè. Dus dat is ook best een andere game, toch? Die op de DS. Want er zitten echt allemaal andere levels ook in, die hier niet in zitten. Er zitten wel ook hele andere levels in, maar er zitten ook wel dezelfde levels in. Ik heb beide gewoon wel, redelijk wat gespeeld. Alleen, ik denk de DS iets meer. Mm-hmm. Ja. Ik probeer weer een specifiek ster te halen, dan ga ik weer de hele aflevering mee bezig zijn. Dat heb ik nou alweer door. Yo, ik ben ook de hele aflevering al bezig met dezelfde. En ik vind het kut. Ja, snap ik. Kom op. En dan valt hij weer. En dan... Gozer. Welke level ben je aan het doen nu? Met dat schip. Ja. Onder water. En dan heb je van die platformen met die zeewier. Oh, ja. En elke keer ben ik bijna boven en dan weet Mario me weer te naaien. Maar hoe heb je die aandacht ook alweer weggekregen? Ik ben dat level niet aan het doen, hoor, maar ik ben het al even vergeten. Je moet eerst zorgen dat hij naar je kijkt. Ja, maar dat probeerde ik dus al en hij en kijkt dan niet. En ja, dan moet je die cave in. Okay. Die cave ernaast. En dan, als je dan tip Hulk adem, dat is het handigste. Ja, maar de tip die ik het meest nodig heb van hoe laat je hem je zien? Want ik zwom gewoon echt de hele tijd voor hem. Je moet voor hem. Je moet gewoon voor hem zwemmen. Ja, maar dat deed ik de hele tijd en er gebeurde niks. Nee, ja, maar dan moet je moet echt weg, zeg maar. Hij gaat niet, je kunt er half in die shit lopen. Maar dan gaat hij niet weg. Je moet echt helemaal... Oké, maar jij zegt dat je kan zien dat hij je gezien heeft. Maar dat was bij mij niet, zeg maar. Nee. Je moet... Nee, oké, dan heb ik dat verkeerd gezegd. Want dat is niet helemaal waar. Je kunt dan niet zien of hij je gezien heeft. Oké. Deze wordt heel kut. Ik haat Candy Eel Come Out to Play. Oh, naar boven. Oké, we gaan helemaal naar boven. Fuck. Ja. Oké. En op naar onder. Waar is de eel? De eel. Oh nee. Moet ik nu de level restarten? Maar wel. Je hebt nog anderhalve minuut voor deze aflevering. Oh kut. Oké. Ja, ik denk dat bij dit soort games dat je echt gewoon een beetje dat je veel gespeeld moet hebben in je jeugd. Ja, maar dan blijven de controls nog steeds kut. Ja, dat is ook. Maar weet ik het. Ik snap het ook niet. Oké, ik heb nog 50 seconden om snel een level in te gaan. Kom op. Ik moet vooral nu... Nee, naar boven.
Waarom zijn de controls ook inverted? Dat is waarom ik zo moeite heb met het zwemmen. Ik snap het nu. Ik kan niet tegen inverted controls. Daar heb ik altijd al moeite mee gehad. Oh, dit was niet het level die ik bedoelde. Kut. Oké, nu moet ik deze gewoon speeden. Want nu ga ik dat niet meer halen namelijk. Laat het alarm zo wel eventjes afgaan hoor, want ik ben druk in dit level waar ik moet concentreren, dus dan kan ik het alarm niet uitzetten. Ja, heel ziek. Oké, word nu even niet geraakt. Dat is nog meer ziek. Oké. Pak hem. Yes! Oké. Het alarm is afgegaan, Sam. Het alarm is afgegaan, boeit me niet. Ik heb de ster. Het is nice. Nu... Als Mian nu doodgaat, is het 13-11. 14-11. Fuck. 14-11. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe dan een duimpje omhoog. Dan zie ik je heel graag weer bij de volgende aflevering. Vergeet zeker niet het kanaal van Sander te checken. Dan heb ik nog maar één ding te zeggen. Dat is adios, amigos.